geen plan, maar we hebben een planning bedacht. Dus eigenlijk, kijk, in de duurzaamheid, vaak is gewoon vergelijkbaar, iedereen gaat nadenken over het eindproduct, maar eigenlijk de duurzaamheid gaat over het proces en over de tijd. En hoe ga je verder komen tot het eindproduct komen. Dus in plaats van een plan, we hebben gewoon bedacht een planning te maken. Dus we hebben een planning voor 5 jaar, zo'n tijdelijke planning, zeg maar, voor de invoering van die eiland. En in die planning, we zouden echt activiteiten, workshops organiseren met al die mensen die zijn gewoon geïnteresseerd, dus bijvoorbeeld jullie allemaal, zeg maar. En dan, we zouden echt in het gebied zelf, aspect over duurzaamheid, aspect over bouwen, workshops en noem maar wat, alle soorten van workshops om het gebied in de kaart te brengen, zeg maar. Dus dat is ons plan, dat is echt een planning, zeg maar.